goedemiddag allemaal. Ja, 5 minuten is leuk, maar als je een politicus het woord geeft, dan pakt hij snel een kwartier. Maar ik ga mijn best doen echt het in 5 minuten te doen. Toen ik 6 jaar geleden Kamerlid werd, kreeg ik meteen ICT in mijn portefeuille. En dat was nou niet noodzakelijk, zeg maar, waar ik veel verstand van had. Ik kon nog net omgaan met mijn eigen computer. En dan krijg je plotseling een dossier waar allemaal mensen rondlopen die heel veel meer weten van die materie. En een van de eerste dingen die langskwamen waren open data. Nou, dan ga je braaf naar een congres, je luistert naar wat zijn dat dan open data, wat moeten we daar dan mee. Je neemt het tot je en het gaat nog niet leven. En toen gebeurde er vervolgens in een jaar tijd een paar hele spannende dingen. We hadden eerst de commissie Elias hier. Dat was de commissie die keek naar de overheid en ICT. Nou, ik hoef niet te zeggen dat dat een moeizame relatie is. Maar vervolgens gebeurde op een ander deel van mijn portefeuille er ook iets. En dat was de parlementaire enquête over woningcorporaties. Daar was van alles mis en wij hadden geen grip op die woningcorporaties. En toen heeft de minister toen eigenlijk iets heel simpels gedaan. Hij heeft gewoon een vast format voorgeschreven voor het jaarverslag van die corporaties. En voor het eerst konden wij gewoon met open data zien wat er echt gebeurde bij die woningcorporaties. En op dat moment ging er voor mij een wereld open van oké, zo kun je dus omgaan met open data. En geloof het, sindsdien ben ik een believer, zal ik maar zeggen. We hebben dit als commissie Financiën nu ook opgepakt. Het staat in ons werkprogramma. Nou, dat zal jullie allemaal worst wezen. Maar we hebben Accountability Hack wel als een van de prioriteiten voor het komend jaar genoemd. We zijn ook voor het eerst dit jaar hoofdaannemer, zo mag ik het zeggen. Dat waren we vorig jaar nog niet. Maar we organiseren het samen met het CBS, de Algemene Rekenkamer, het ministerie van BZK, het ministerie van Financiën. En hartelijk dank aan die partners om dit ook mogelijk te maken op die manier. We hebben dit jaar ook wat meer nagedacht over wat zijn dan de duurzame resultaten die wij moeten bereiken. Afgelopen jaren hadden wij winnende ideeën, maar de afrit was niet geheel duidelijk. En we hebben ook dit jaar gezegd van nou ja, laten we dan zorgen dat de winnaars van deze accountability hack straks een, ik heb hier staan, doorontwikkeld budget meekrijgen, maar dat we dan dus echt iets gaan doen met wat er uitkomt in die accountability hack. Nou ja, misschien nog even over het proces. Wat hebben wij gedaan? We hebben alle vaste commissies in de Kamer een brief gestuurd. Kom alsjeblieft met ideeën. We hadden een waslijst van ideeën. Ik zeg uit mijn hoofd, de meeste kwamen uit de commissie SZW uiteindelijk. Die hebben we door een filter getrokken van zijn er voldoende open data beschikbaar? Leent het zich voor politiek debat? En zo hadden we nog een paar criteria. En uiteindelijk hebben we daar 2 onderwerpen aan overgehouden. Nou, dat is waar we mee aan de slag gaan. Dus ik heb daar grootste verwachtingen van. Volgens mij zitten mijn 5 minuten er dan op, hè? Dan stop ik hier en dan geef ik het woord door aan de volgende.